Heel wat generaties zijn groot geworden met Lego. De veelkleurige bouwstenen spreken nog altijd tot de verbeelding. De afgelopen jaren heeft het speelgoed flinke ontwikkelingen doorgemaakt. Een van die innovaties is Lego Mindstorms. De basis van Mindstorms is een centrale besturingsmodule waarmee zelfgebouwde creaties uitgerust kunnen worden met elektromotoren en sensoren. Er kunnen dus prachtige robots van gebouwd worden. Technasiumklas 2HA2 van RSG Simon Vestdijk in Harlingen maakte zo'n robot waarmee ze binnenkort meedoen aan de First Lego League. Dit is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Als je van de lagere school afkomt, dan moet je vaak, vroeger moest je in ieder geval de Lego aan de kant doen, want dan ging het echte werk beginnen. Maar zie je niet zo, hè, op de Simon Vestdijk? Nee, hier hebben wij de Lego weer uit de kast gepakt, zoals je ziet. Het is technisch Lego. En wij zien hier heel veel profijt voor in het leren. Ja. Het is niet zo van maak maar wat moois, want er zit een echte uitdaging en wedstrijd aan vast, geloof ik, hè? Ja, deze die hebben een wedstrijd aan vast en een project hangt er ook aan vast. Ze moeten ook dingen gaan onderzoeken. Als je bijvoorbeeld hier een Lego steentje ingooit, dan is dit een restafvalbak. Ja. En dan komt die hier automatisch in. Maar doe je bijvoorbeeld een schroefje erin van ijzer, die wordt dan aangetrokken door een magneet. Een basis is eigenlijk heel simpel dan. Ja, eigenlijk wel. Nou, ik vind het heel knap. En deze die moet dan weer op een machine aangesloten worden. Nou ja, bijvoorbeeld in plaats van prullenbak maak je daar gewoon een buis en dan gaat het ondergronds in. Bakken bijvoorbeeld. Dus als ik jou goed ben, zouden door de hele school hier buizen moeten zijn? Ja. Waar je dus afval en dan hoef je niet, want ik zag hier beneden ook allemaal bakken staan, dan moet je blik in doen in plastic en dat stond op tafel. Maar nou kan je het gewoon in een buis doen en dan komt het vanzelf goed terecht. Ja. Oké, komt ie. Hier staat hij. Misschien wel de vindende robot. Misschien. En hoe zijn jullie op het idee gekomen? Want er was hier natuurlijk geen boekje bij. We begonnen eigenlijk met DV3. Ja. Want ook Lego heeft tegenwoordig schermpjes en computertjes, zie ik wel. Ja. Dus... Maar vertel verder. Nou, je moet zorgen dat hij gaat rijden. Dus dan hebben we... Wieletjes. Ja, twee motoren eronder. Aha. Die drijven deze grote wielen aan. Ja. En we hebben hierachter nog twee wieletjes. En die zijn heel stevig, maar als hij een bocht maakt, dan hapert hij niet. Nee. Dus ze glijden. Want hij moet natuurlijk ook iets met afval kunnen doen, deze robot. Ja. Was dat extra moeilijk? Nee, dat viel wel mee. Belangrijk om de kinderen in de opleiding ook een stukje techniek bij te brengen en een stukje dingen bedenken door middel van Lego? Lego is een manier om het doel te bereiken. Ja. De vak wat ik geef is echt techniek en onderzoek. Ja. En daarbij maken we dus onder andere gebruik van Lego. Ja. Hey, het is een wedstrijd, maar het is ook niet helemaal een wedstrijd, want jullie hebben wel... hulp gehad van een concurrent, hè? Ja. Hoe zit dat precies? Die meneer die ons geholpen heeft, die komt uit Groningen. Ja. En zijn team, ze waren eigenlijk al zeker dat ze de regionale in Groningen zouden winnen. Daarom wouden ze andere teams uit andere provincies. Ja. We wouden ze helpen, zodat die ook een beetje bij hun niveau konden komen. Die is niet goed. Nee.